Hoi, ik ben Maaike en wat leuk dat je samen met mij iets over biologie wil leren. In deze video kijken we naar basisstof 2.6, SOA's en geboorteregelingen. Wanneer je eraan toe bent om seks te hebben, is het belangrijk dat je voorzorgsmaatregelen neemt. Niet alleen om een zwangerschap te voorkomen, maar zeer zeker ook om een seksueel overdraagbare aandoening, een SOA, te voorkomen. In deze video's kijken we naar een aantal SOA's, wat de kenmerken zijn en hoe je behandeld kan worden. Of niet, en kijken we naar voorbehoedsmiddelen en andere manieren om aan geboortebeperking te doen. SOA's zijn seksueel overdraagbare aandoeningen. Dat zijn de ziektes die je kunt krijgen door seks te hebben. Deze ziektekiemen, bacteriën of virussen, worden uitgewisseld doordat je slijm of vocht met elkaar uitwisselt. Dat kan doordat je geslachtsorganen contact maken of doordat je iemand met de mond bevredigt. Dat betekent dat je geen SOA kan krijgen door op een vieze wc-bril te zitten of door iemand een hand te geven. Je krijgt ook geen SOA van knuffelen, kussen of iemand met de hand bevredigen. Een SOA kan veroorzaakt worden door een virus of een bacterie. Bacterieinfecties kunnen vaak behandeld worden met een antibiotica-kuur, maar dan moet je er wel op tijd bij zijn. Ben je te laat, dan kan ook een bacterie al tot ernstige ziektes leiden. Virusinfecties zijn niet of slecht te behandelen. Vaak zie je dan ook dat je een virusinfectie de rest van je leven met je meedraagt. Het bekendste virus dat seksueel overdraagbaar is, is het HIV-virus, het humaan immunodeficiëntievirus. Dit virus zorgt ervoor dat je afweer tegen ziektes en andere virussen steeds slechter gaat werken, tot het moment dat je helemaal geen afweerreactie meer hebt. Wanneer je het HIV-virus bij je draagt, ben je seropositief. Je hebt dan nog geen AIDS. Je kunt jaren seropositief zijn zonder er echt ziek van te worden, maar je kunt wel anderen besmetten met het virus. De behandeling die nu mogelijk is, zorgt er niet voor dat het virus verdwijnt, maar dat het geremd wordt. Je afweerreactie wordt dan minder snel uitgeschakeld. Op die manier kan het jaren duren voordat je AIDS ontwikkelt. Wanneer je immuunsysteem, dus je afweer tegen ziekteverwekkers, niet meer werkt door het HIV-virus, dan pas heb je AIDS. AIDS staat voor Acquired Immune Deficiency Syndrome, verkregen ziekte waarbij de afweer niet werkt. Acquired betekent tijdens het leven opgelopen, dus niet geërfd. Immune betekent immuniteit, afweersysteem. Het systeem in je lichaam dat je beschermt tegen ziekte door bijvoorbeeld bacteriën, virussen en schimmels. Deficiency is een tekort of een gebrek en een syndroom is een ziektebeeld. Wat gebeurt er als je AIDS hebt? Nou, je lichaam wordt steeds zwakker omdat het door HIV geen beschermlaag meer heeft tegen aanvallen van buitenaf. Infecties die je lichaam zonder HIV zo zou kunnen opruimen, slaan nu keihard toe. Zo wordt een eenvoudige verkoudheid al snel een gevaarlijke longontsteking. Patiënten met AIDS sterven dan ook niet aan AIDS zelf, maar doordat ze een simpele ziekteverwekker zoals een verkoudheid niet meer kunnen opruimen. AIDS-patiënten sterven dan bijvoorbeeld aan een longontsteking. Gelukkig is er in de afgelopen jaren veel onderzocht en hoeft een infectie met HIV niet meer te betekenen dat je AIDS zal ontwikkelen. Het is wel belangrijk dat je je bewust bent van de gevaren. Om SOA's, dus ook een HIV-infectie, te voorkomen, is het belangrijk dat je veilig vrijt. Je vrijt veilig wanneer je een condoom gebruikt wanneer je seks hebt. Dit kan een mannencondoom of een vrouwencondoom zijn. Wil je iemand met de mond bevredigen, gebruik dan een condoom of een beflapje. Op die manier komen de slijmvliezen van je geslachtsorganen niet in contact met de slijmvliezen in je mond. Het afspoelen of schoonboenen van je geslachtsorganen of mond na de seks heeft geen zin. De virusdeeltjes of bacteriën zijn al overgedragen en aanwezig in je slijmvliezen. En dat was je niet weg. Zorg altijd dat je zelf condooms bij je hebt, ook wanneer je een meisje bent. Op die manier ben je nooit afhankelijk van de ander om veilige seks te hebben. Voorbehoedsmiddelen worden ook gebruikt zodat jij of je vriendinnetje niet ongewenst zwanger wordt. Voorbehoedsmiddelen die gebruikt worden om een zwangerschap te voorkomen noemen we anticonceptiemiddelen. Ze zijn erop gericht om bevruchting te voorkomen. De bekendste en meest gebruikte anticonceptiemiddel is de pil. In de pil zitten hormonen die voorkomen dat je zwanger wordt. Het hormoon progestageen lijkt op het natuurlijke progesteron. En net zoals progesteron onderdrukt het de productie van LH en FSH.
Op die manier zorgt progestageen ervoor dat er geen eicel vrijkomt. Daarnaast maken de pillen het slijm in de baarmoederhals dikker, waardoor zaadcellen hier minder goed doorheen kunnen en dus moeilijk in de baarmoeder terechtkomen. Bovendien beïnvloeden de hormonen de baarmoederwand, zodat een bevrucht eitje zich daar niet kan innestelen. Er zijn veel verschillende soorten en merken van de anticonceptiepil beschikbaar. Het is een methode met een hoge betrouwbaarheid. De morning after pill is een vorm van noodanticonceptie. Heb je onbeschermde geslachtsgemeenschap gehad of is er iets misgegaan met een voorbehoedsmiddel, dan is de morning after pill een methode om te proberen alsnog een zwangerschap te voorkomen. Deze noodanticonceptie is dus geen vervanger van een voorbehoedsmiddel. En let wel op, want de morning after pill is geen abortuspil. De morning after pill kan een bevruchting alleen maar voorkomen. Maar wanneer je seks hebt op het juiste moment en te laat bent met het innemen van de morning after pill, dan is de eicel al bevrucht. Je hebt dan 9 maanden later alsnog een kindje in je armen. Bovendien is het nemen van een morning after pill geen pretje. Door de hoge concentratie hormonen kun je goed ziek worden. Andere anticonceptiemethoden die gebruik maken van hormonen zijn bijvoorbeeld een prikpil, een Nuva-ring, een anticonceptiestaafje, een hormoonpleister of een spiraaltje. Elke vorm heeft zijn eigen voor- en nadelen. Sommige zijn makkelijk in gebruik, bijvoorbeeld het spiraaltje, de prikpil of het anticonceptiestaafje, maar leggen je hormoonproductie zo erg plat dat wanneer je stopt met deze vorm van anticonceptie, het enkele maanden tot jaren kan duren voordat je weer normaal vruchtbaar bent. Wanneer hormoongereguleerde anticonceptiemiddelen juist worden gebruikt, is de betrouwbaarheid hoog. Andere methoden zijn minder betrouwbaar. Bij periodieke onthouding zorg je ervoor dat je geen seks hebt in de periode vlak voor of tijdens de ovulatie. Dit kun je in de gaten houden door je temperatuur te meten. Vlak na de ovulatie is je lichaamstemperatuur iets hoger. Een andere onbetrouwbare methode is voor het zingen de kerk uit, oftewel terugtrekken genoemd. De jongen komt dan buiten het meisje klaar. En hoewel de meeste spermacellen op die manier buiten het lichaam blijven en dus geen eicel kunnen bevruchten, is ook deze methode niet waterdicht. Ook in het voorvocht, dus het vocht dat de man verliest voordat hij klaarkomt, kunnen al spermacellen aanwezig zijn. En deze kunnen dus een eicel bevruchten. Deze methoden zijn niet volledig betrouwbaar en zouden alleen gebruikt moeten worden wanneer een zwangerschap op dat moment niet compleet ongewenst is. Mocht je vermoeden dat je zwanger bent, dan kun je voor weinig geld een zwangerschapstest kopen bij de Ethos, de Kruidvat of een andere drogist of apotheek. Mocht jij of je vriendin zwanger blijken, zoek dan een volwassene die je kan helpen om de juiste beslissing te nemen. Wanneer je zeker weet dat je geen kinderen meer wilt, bijvoorbeeld omdat je al kinderen hebt of omdat je er zeker van bent deze nooit te willen, kun je kiezen voor sterilisatie. In die gevallen worden bij de man de zaadleiders onderbroken. Er komen dan geen zaadcellen meer in het sperma voor. Het enige dat er dan nog naar buiten komt op het moment dat de man klaarkomt, is het vocht dat geproduceerd wordt door de prostaat en de zaadblaasjes. Wanneer de vrouw gesteriliseerd wordt, wordt de eileider onderbroken. Het sperma kan dan de rijpe eicel niet bereiken. Een sterilisatie is in principe definitief. Soms kan een sterilisatie nog teruggedraaid worden, maar dat is vaak lastig. Deze methode van anticonceptie is heel betrouwbaar. Bovendien gaat in beide gevallen de normale hormonale regeling gewoon door. De spermatogenese en de oogenese vindt dus ook gewoon plaats. Wat leuk dat je hebt gekeken. Wil je meer weten over dit onderwerp? Kijk dan eens naar de volgende video's. En wil je op de hoogte blijven wanneer er een nieuwe video beschikbaar is? Abonneer je dan op mijn kanaal. Tot snel!